Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag maar weer voor aflevering nummer 41 hier in België. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtmodig ietsje, klik erop en je zal die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. We zijn tot nu toe het derde snelste team op de grid. Dat hebben we goed gedaan. Maar Hakkinen had in de vorige race niet zo goed gepresteerd. Die presteert ook niet al te best. En dat betekent dat ik hem ga vervangen. Ik ga een oude bekende terughalen. Namelijk Max Verstappen. Die wij in F1 2021 en F1 22 als teammaat hebben. Dus nu ook in F1 23. We proberen het tenminste. Want Red Bull die wil zijn rijder niet kwijt. We moeten dus tegen de oude team van Max gaan opbieden. Kijken of dat wel slaagt. Jazeker, 12,75 miljoen dollar wordt dus, denk ik, het salaris van Max met een 6 miljoen dollar payout. Maar goed, dat geeft niks. Dat betekent dat Hakkinen helaas afscheid neemt van de sport. Tweevoudig wereldkampioen wordt vervangen door, volgens mij in werkelijkheid drievoudig wereldkampioen. Maar goed, in deze game is Max denk ik een tweevoudig kampioen. Dat betekent dus ook dat geld moeten we weer terug zien te winnen door sponsoren. We moeten even kijken welke sponsoren de meeste inkomen brengen en die het ook realistisch zijn. Max staat dus tweede in het klassement. Goed om te zien. Er zijn wel wat rijders verschoven. Namelijk, Norris is naar Red Bull gegaan. Even kijken wie er nog meer is bijgekomen. Tsunoda is naar McLaren gegaan, zie ik. We kunnen gewoon even kijken wat er allemaal staat zometeen. Drukovic dus naar Williams. Maar goed, dat wisten we volgens mij al. En ja, een 1-2'tje in het klassement. Maar goed, dat is logisch omdat Max hiervoor nog niet voor ons reed, maar voor Red Bull. Tot nu toe bijna alle races gewonnen dit seizoen. Emilia Romagna misten we helaas. Dan spoelen we de tijd eventjes mooi door en gaan we kijken of er nog wat binnen is gekomen van de activiteiten die we hadden staan op de kalender. Okay, we've had the new part. Nou, één update is dus binnengekomen. Dat is goed om te zien. Rally Hot Lap slaan wij dus normaal over. Doen we dus nu ook. En Mercedes heeft een update binnengebracht. Goed om te zien. We hebben nog 1,5 miljoen dollar over. En 2 zijn er van de aerodynamica binnengekomen. En dat betekent gelijk een update voor de powertrain. Dus ja, we staan er goed voor. Klimmen dichter naar McLaren. En dat betekent, laten we maar lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 41 in België. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. Flinke bewolking is op het circuit beland. Kijken of er ook regen gaat komen. Maar eerst de focus op het tweede kwalificatiedeel. Daar moeten wij naartoe gaan. Ik verwacht ook eigenlijk wel dat Verstappen door kan komen naar dat tweede kwalificatiedeel. Ontzettend dus ook. DRS is dus ingeschakeld. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. De eerste bocht verloopt heel erg goed. Gaan we richting Oroes en Radion. Einde van mijn eerste ronde in Q1. En de regendruppels komen al op de lens. Dat betekent dat, denk ik, Q2 in het nat verschijnt. We kunnen gelukkig deze ronde nog afmaken. En dat is de snelste tijd in het eerste kwalificatiedeel. Goed gedaan. Okay, we can take you this lap. Prima ronde van ons. We gaan dus ook naar binnen. En de uitslag van Q1. Wij zijn de snelste. Daarachter Perez op een 10e. En Max volgt op 14e. En vanaf de top 13 iedereen op de intis.
Sainz en Leclerc niet door. Hetzelfde geldt voor Lando Norris. Ook niet door naar het tweede kwalificatiedeel. Dat is jammer. Wat ook jammer is, is dat Q2 dus in de regen verschijnt. We gaan dus beginnen met onze eerste ronde. En kijken of we door kunnen komen naar Q3 op deze intermediate banden. Het zou mooi zijn namelijk. Daar helaas wat te wijd bij de eerste bocht, wat tijd verloren. Maar goed, de exit is dan weer wel in orde. Kom aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q2. Ja, wat te wijd. Perez laat de snelste tijd noteren. En daar helaas wat te wijd bij de laatste bocht. Opkomen, rechte stuk. En dat betekent de snelste tijd. Hebben we goed gedaan. En laat Nico Hulkenberg voorbij. Einde van Q2 als de regen is weggetrokken en de bewolking is er weer voor in de plaats gekomen. Met nog ongeveer 30 seconden op de klok gaan wij naar buiten voor onze snelste tijd, hoop ik, in Q2. De Vries laat dat in ieder geval wel noteren. Maar iedereen is sneller dan mijn landgenoot. Piastri naar de snelste tijd. Wij zijn dus op een P10 aanbeland. Inmiddels is dat de laatste plek. Maar goed, wij met paars in sector 1 en 2 denk ik dat wij wel door kunnen komen naar Q3. Het zou wel bijzonder zijn als dat niet zo was. DRS geopend. En volgens mij is dat gewoon de snelste tijd. Jazeker. Prima ronde. En dan zijn we wel ruim 5 seconden sneller dan Albon. Dat is wel gek. Maar goed, geeft niks. Ik ben wel blij dat Max door is naar Q3. En gaan we kijken of we kunnen doorkomen of doorgaan naar die pole position. Dat zou wel heel mooi zijn. We gaan ook een setje zachte banden uitsparen. En nog ongeveer 1 minuut op de klok. Mochten we hier pole halen, dat zou betekenen dat wij weer een sprint vanaf pole mogen vertrekken. Helaas zit hier de sprint shootout niet in. Codemasters heeft dat toch niet geüpdate en gaat dat ook denk ik niet meer updaten. Komt hoop ik in F1 24 in het spel. En de vlag hangt uit en wij laten paars in sector 2 noteren. Q3 zit erop. En dan komen we aan bij de busstop chicane. Met de DRS geopend en dan laten wij de pole position noteren. Hebben het heel goed gedaan. Prima ronde en zijn maar 12.000ste sneller dan Max Verstappen. En Piastri zit er maar 41.000ste erachter. Dus Max geeft ons gelijk een strijd. Dat is goed. Prima kwalificatie. Op naar de sprint en kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Through the driver grid order for today's exciting sprint. The professor lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Oscar Piastri, Tsunoda, Russell, Perez, Albon, Hauger, Hülkenberg, Drugovich, Magnussen, Joe, Ocon, Stroll, Sargeant, De Vries, Bottas, Norris, Leclerc, Sainz, Gasly, and Richard Vasseur. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Oh.
Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nou, 5 ronden lang kunnen we gaan kijken wat deze auto kan doen in droogweersomstandigheden. Na die natte kwalificatie, zo net. Kijken wat kan Verstappen doen? Dat is de vraag in zijn allereerste race voor ons. In dit spel dan. Kan hij gelijk meevechten voor de overwinning en 8 belangrijke punten binnenhalen voor het team? Of wordt het toch weer onze overwinning? Zijn we dus aanbeland bij de gridpositie. We komen keurig en heel goed zelfs in onze gridslot terecht. Dat betekent dat we gewoon gaan beginnen voor aflevering nummer 41 hier in de sprint. Grote prijs van België gaat dus beginnen. 5 ronden lang gaan wij keihard knokken voor 8 belangrijke punten. De lampen gaan aan voor de grote prijs van België. De sprint is hier onderweg. En komen goed weg. Max is ook goed weg. Zit daar aan die buitenkant te kijken, maar kan er niet voorbij. Probeert het wel. Wij behouden de leiding in de eerste bocht. Dat is goed gedaan. De ICE heeft wat problemen, zegt de ingenieur. Gaat ons wat power verloren. Verstappen zit hier al te kijken voor de slipstream. En is er voorbij op dit rechte stuk. Een beetje close tussen ons tweeën, maar hij pakt de leiding af in de sprint. Piastri zit ook te kijken. We vallen Verstappen, proberen daar Verstappen terug aan te vallen. Lukt niet. Maar pakken Piastri wel mooi terug. Tweede positie dus voor ons. Max aan de leiding in de sprint. Einde ronde nummer 1 zitten we alweer. Als we hier de betere tractie hebben dan onze landgenoot. Maar hij laat even dezelfde race ronde noteren. Wij kijken hier aan de binnenkant. En dat lukt, jazeker. Pakken de leiding weer af, maar hier komen wij helaas op dat broodje terecht. En dat betekent de bandenstapels geraakt. Verstappen pakt ons weer terug richting Eau Rouge. Wij merken wat downforce verlies vanwege de vieze lucht. We kunnen hier misschien wel terug aanvallen bij hem met de slipstream en de overtake. Maar daar zit Piastri aan de binnenkant. Max blokkeert die binnenkant, kan er niet voorbij. Wij pakken Piastri hier misschien terug. Jazeker. In de tweede ronde van de race. Goed gedaan. We zitten in de derde ronde van de sprint. Als we proberen bij Verstappen aan te vallen, het lukt nog niet. Kijken hier misschien naar de buitenkant. Max blokkeert zijn rechter voorband. Wij moeten daar die bocht wat afsnijden en halen Verstappen buiten de baan in. Maar hoeven die plek niet terug te geven en krijgen er ook geen waarschuwing voor vanwege die bocht afsnijding. Opmerkelijk, maar toch goed gedaan. Verstappen rijdt dus nu achter ons. Gat is 16e. Wij gaan gelijk in besparingmodus van de ERS. Piastri zit op 16e. Tsunoda op 19e. En Perez op 1,4 seconden. Verstappen zitten wel dicht op. Gat is minder dan 3/10. En kijkt hier naar de binnenkant, is er voorbij en wij zijn gewoon kansloos op het snelle gedeelte. Daar zit ook Piastri te kijken, misschien aan de buitenkant, kan er niet voorbij. Wordt geblokkeerd. En dan is Piastri daar ons wel gepasseerd, maar wij pakken beide rijders, dus ook Verstappen misschien terug. Het lukt alleen bij Piastri. Verstappen zit net te ver weg. En wij zijn weer terug naar de tweede positie in de sprint. Nog 2 rondes te gaan, inclusief de 4e ronde van de race. Dan zit de sprint er alweer op en dan gaan we ze opmaken voor de hoofdrace. Maar eerst de vraag, kunnen wij Verstappen nog verslaan? Einde ronde nummer 4, als we hier iets moeten proberen op de exit met de DRS. Zijn er hier misschien voorbij? Laatste ronde loop van de sprint, aan de buitenkant. Lukt niet. Dan misschien terugkruisen en hier eerder op het gas. Jazeker, en dat lukt. Pakken de leiding terug in de laatste ronde van de race. Maar Verstappen heeft die snelheid. En zit hier gewoon bij Eau Rouge. Zij aan zij. Dat gaat gelukkig goed. En wij zijn weer teruggewezen naar
P2. Helaas, Piastri zit misschien te kijken. Max rijdt al weg. Daar zit Piastri aan de binnenkant en is naar P2. Wij naar de derde positie. We pakken de Australiër daar mooi terug. Gaan we zo meteen sector 2 alweer in. Max leidt de sprint nog steeds. Wij moeten hem terug aanvallen om 8 belangrijke punten binnen te halen voor mijzelf. Want Max staat tweede in het klassement. Dat is onze directe titelrivaal. En gooi je de overtakeknop aan om nog iets te proberen. Een gat is inmiddels 14e geworden. Wordt denk ik alsmaar groter op dat rechte stuk richting start-finish. We kunnen er wel naartoe rijden, dat is goed om te zien. En gooi je de overtakeknop aan, maar Max is snel op dat rechte stuk. Wij proberen nog bij te blijven, maar dat lukt helaas niet. Daar zit ook Tsunoda misschien te kijken. En dan pakken we Max hier heel onverwacht aan de binnenkant. Komen van heel erg laat, maar pakken toch nog de sprintoverwinning. Dat is goed om te zien. Max verslagen. En pakken dus 8 belangrijke punten voor het kampioenschap. Hebben we heel goed gedaan en krijgen ook Drive of the Day. Prima sprint dus van ons en Max. So then, it's time to see how this result affects the driver's championship. 15 punten erbij voor het team. Goed gedaan. Tsunoda 3, Piastri 4, Perez 5, Albon 6, Russell 7 en Nico Hülkenberg pakt dat laatste punt voor Haas. Dat is goed om te zien. Dus op naar de hoofdrace en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. It's the Belgian Grand Prix, the site of the maiden victory of the Jordan team in 1998. The venue that Michael Schumacher made his debut in Formula 1. There is so much history here amongst the beautiful nature. Spa in the rain. It's about the only thing that could make it more challenging and dramatic in this part of the world. We have plenty of heavy braking zones, we have fast corners, we have undulation. It's going to be a challenge at Le Combe, the bus stop chicane, but pretty much everywhere you look out on track. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position, and Yuki Tsunoda completes the front row. Considering the rest of the grid we have, Oscar Piastri, Albon, Russell, Hülkenberg, Drugovic, Hauger, Perez, Ocon, Norris, Verstappen, Magnussen, Joe, Stroll, Sargeant, Leclerc, Richard Vasseur, De Vries, Gasly, Bottas, Carlos Sainz will start from the back of the grid. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson is with us in the commentary box for this one. And all the planning has gone out of the window because of the weather. Yeah, it's these kind of conditions where you can go in with one of two mindsets. You either see it as an opportunity or you're worried that all of your hard work's about to be undone. We've been stuck in these conditions now for a few hours, more or less this kind of intensity, so we don't seem to have too much standing water, so we're not likely to be starting behind a safety car. And like you say, Crofty, the charge down into turn one will be quite interesting. I think we're in for a cracking Grand Prix. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, stel me niet teleur, zegt de engineer. Dat mocht wel duidelijk zijn. Volwets, maar er is kans op droog weer. 15 ronden lang kunnen we gaan kijken wat we kunnen gaan doen in deze weersomstandigheden. De laatste ronde gaat dus beginnen. Iedereen start dus ook op de full wets. Flinke plassen ook op het circuit. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten. Warm de remmen en de banden gewoon op tijdens deze formatieronde. Hoop snel dat de regen verdwijnt. Kunnen we door naar de intermediates. Kom aan bij het einde van de formatieronde.
als we ons gaan klaarmaken voor de hoofdrace. Hier in België, 15 ronden lang gaan we kijken wat we kunnen gaan doen op dit natte circuit. We komen goed in onze positie terecht. Dat is goed om te zien. Dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 41. Nu voor de hoofdrace in België met onszelf op pole position. Tsunoda op de tweede plek. Piastri op P3. Albon 4 en Russell op P5. Op de full wets in die hevige regen. De lampen gaan aan voor de grote prijs van België. Aflevering nummer 41 is onderweg en komen prima weg. Tsunoda al aan de buitenkant daar een klein momentje corrigeren vanwege de tractie die we wat kwijt waren. Maar hier kunnen we aan die binnenkant Tsunoda wijd duwen en dat doen we dus ook. Wij behouden dus de leiding in de eerste ronde van de race. Dat is goed om te zien. Nu kunnen we hoop ik wegrijden van de beide McLaren's. Het gat is al 1,2 seconden. En wij zijn gewoon snel in die regen. Russell 4, Albon dus op P5. Iedereen is goed door de eerste bocht heen gekomen. We zitten in ronde nummer 2 van de race als Piastri op 14e is beland. En wij maken daar even een concentratiefoutje. Raken net niet die muur en komen wel gevaarlijk terug. Dat betekent dat Piastri aan de leiding rijdt. Wij zijn dus doorgewezen naar een tweede positie. Tsunoda aan de buitenkant kan het hier nog proberen. Maar dat lukt niet. Auto achter ons rijdt minimaal een seconde per ronde harder, zegt de ingenieur. Wij moeten dus nu terug aanvallen bij Piastri in de full wets. In de regen. Probeert het daar wel ons af te knijpen en ons af te stoppen in Eau Rouge. Moesten we even op de rem. Geeft niks, want wij kunnen hier slipstream pakken van de Australiër. En misschien overtake aanzetten, aan de buitenkant kijken. En dat lukt. We gaan er wel een beetje wijd. Maar goed, dat geeft niks. Pakken de leiding weer terug in de derde ronde van de race. Tot nu toe een prima wedstrijd voor ons. Aan de leiding. We zitten in einde ronde nummer 3. Zometeen ronde nummer 4 alweer. En de regen is ermee gestopt. Ja, die is er nog wel, maar minder heftig dan voorheen. Lichte druppels vallen nog op het circuit. Gaan er wel een beetje wijd. Maar goed, dat geeft niks. En gaan dus nu richting Eau Rouge en Blanchimont. Helemaal verkeerd. Eau Rouge en Radion. Dat bedoel ik. Eau Rouge en Radion. Kunnen die prima voluit nemen. Gele vlag daar in sector 1. En dat is een rode vlag geworden. Rode vlag in de grote prijs van België. Het is dit seizoen wel heel vaak raak. En wat is daar gebeurd? Dat is de vraag. Sessie is gestopt. En het is denk ik Verstappen die is gespind. Max hier in de eerste bocht. Is hem helaas kwijtgeraakt door gewoon te vroeg op zijn gas te gaan. Blokkeert daarmee Charles Leclerc en de rest daar van het veld. En dat betekent dat de race wordt stilgelegd vanwege file. Jammer van Verstappen. We kunnen dus zometeen even kijken wat de strategie wordt. En dat betekent dat de regen inmiddels is verdwenen. Dus nu is de strategie naar de mediumband. En daar de race op uitrijden. We kunnen nog even kijken wat we kunnen doen. Maar goed, als wij soft pakken, ja, dan moeten we alsnog een keer naar binnen. Dus dat gaan we zeker niet doen. Houden het gewoon hierbij. En dan gaan we gewoon beginnen voor de herstart hier in België. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. De lampen zijn voor de tweede keer uit. En we zijn onderweg. En Piastri aan de buitenkant pakt de leiding af. Maar wij hebben hier die binnenkant. Jazeker, en zo behouden wij gelukkig de leiding in de eerste bocht. In ronde nummer 6 alweer. Dat is goed om te zien. Nu moeten wij proberen weg te rijden van die beide McLaren's. Piastri en Tsunoda. Russell volgt op P4. Hülkenberg op P5. Doet hij goed. Maar daar zit Piastri al. Probeert daar aan de binnenkant te kijken. Lukt niet.
Tsunoda aan de buitenkant misschien. Ja, maar hij kan er net niet helemaal voorbij. En zo behouden wij de leiding in ronde nummer 6 van de race. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als wij paars in sector 1 en 2 laten noteren, Tsunoda volgt op een tiende van ons, kan daar aanvallen aan de buitenkant. En is er voorbij, maar we duwen hem daar helemaal wijd. En zo pakt Piastri die tweede plek weer terug. En wij laten het snelste race ronde noteren. Met 1.48.050. DRS is beschikbaar gesteld door Race Director. Zou dus betekenen dat Piastri zometeen een aanval kan doen voor de leiding met nog 7 rondes te gaan in de race. Russell op P4, Hulkenberg op P5. Hulkenberg is op P5. Doet hij goed voor Haas. Zou daarmee belangrijke punten kunnen binnenpakken. Zitten in ronde nummer 12 nog 3 rondes te gaan in de race. Hulkenberg is helemaal teruggezakt. En daar zit Piastri misschien te kijken. Aan de binnenkant is er voorbij wel een touché. Muur geraakt, maar goed, geen schade gelukkig gedaan. En dit doen we een beetje uit frustratie. Komen van weg en snijden die bocht daar een beetje af in de 12e ronde van de race. Piastri terug op P2. Tsunoda op P3. Volgens mij toen net even in de war met Tsunoda en Norris. Maar goed, dat geeft niks. Eindronde nummer 12 als we daar Piastri hebben aan de binnenkant. Kan er niet voorbij. Wij behouden nog de leiding. En met nog 3 rondes te gaan, stevigen wij onze voorsprong in het klassement. Omdat Max helaas niet echt tot inhalen kan komen. Maar mede vanwege die spin. En zitten in de laatste ronde van de race. Piastri en Tsunoda hebben de strijd opgegeven. 4,0 seconden is het gat. Dat maken ze niet meer goed. Wij gaan hier de wedstrijd winnen in België. Na een hele goede sprint pakken wij ook de hoofdrace. Jammer van Verstappen die gespint is. Pakt daarmee geen punten helaas. Maar goed, dat geeft niks. En is het op naar de volgende wedstrijd. Een nearly flawless performance here then. And a commanding victory. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Daarmee dit is ook de hoofdrace in België. Goed gedaan, pakken in totaal 33 punten. En wij krijgen ook driver of the day. Verstappen helaas geen punten in de hoofdrace, wel in de sprint, 7 punten. En één uitvaller, George Russell dus. Ja, het is wel jammer van Max. Klassement, hij staat dus nog steeds tweede. 108 punten verschil inmiddels. Hakkinen een tiende, maar die doet niet meer mee in de sport. Toch nog wel fijn dat zijn naam er staat. Dus voor ons een prima race, jammer voor Max. Rivaal breakdown met mezelf en Sainz. Plus 6 voor mij, plus 2 voor de Spanjaard. 15 tegenover 6 met nog 4 rondes te gaan. Dus dat zit wel goed. Team Acclaim is ook gewoon sterk. Level 24 het team, level 19 mijzelf, level 19 Verstappen. We kunnen even kijken wat we hebben binnengehaald van de sponsoren. Allen doelen behaald, $2,09 miljoen erbij, dat is goed om te zien. Helaas heeft Verstappen $15.000 misgelopen.
110.000 dollar daarvan dus erbij in totaal op de bank $13,92 miljoen. Dus dat is goed om te zien. En een update is binnengekomen van de betrouwbaarheid, dus dat is ook heel erg goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook om jij niet leuk vond, ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Gremlin content. Ik zie dat Nico Hulkenberg de sport gaat verlaten na dit seizoen. Die houdt het voor gezien en Haas moet dus op zoek naar een nieuwe coureur. Ja, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.